Nou, dit is een nieuwe Edges vlog. Zoals je ziet in de vrije natuur. En ja, wat doen we? Hè? Lekker blowen. Maar ja, dat mag niet meer. Van mevrouw Kirikken. Dat vind ik niet zo kicken. Ja, dadelijk komt Den Haag FM. Dus ja, jullie gaan het zien. We gaan eens even kijken waar we wel en niet mogen blowen. De burgemeester van Den Haag wil een blowverbod. Dus dat je buiten niet meer mag blowen. Wat vind je daarvan? Goed idee. Ja? Nee, ik vind dat ieder mens mag zelf bepalen wat hij doet, waar hij dat doet. En wel nou, met respect voor andere mensen. Dus als iemand naast je zit met astma, zoals die vrouw zegt, ja, dat je dan even verderop gaat zitten. Maar je mag helemaal, ja, als jij, ik zie het als medicijn ook, cannabis. Oké. Okay. Ik gebruik het zelf ook regelmatig, vooral in olievorm, druppel, dus dan... Ja, een druppeltje, dan heeft niemand zelfs merkt het, dus dan heb je er helemaal geen last van. Ik weet het. Dus ja. Dus ja, in wat voor vorm je het doet, ja, wat voor jou goed voelt. En als je, het gaat om de intentie die je ermee hebt. Als je het neemt met gewoon intentie van ik ga naar binnen, ik ga mezelf helen of ik ga gewoon zijn wie ik ben. Ja, dan, daar gaat het om. Ja, toch. Dus, hey. Ja, ik vind dat iedereen mag weten wat hij doet, maar dus wel met respect ook voor elkaar. Oké. Okay. Hé, hey, onwijs bedankt voor je mening. Mevrouw, schilder net stond ik daar met een meneer te praten. Zei u, ik vind het goed, het blowverbod. Ja. En waarom vindt u het omdat goed? Omdat ik astma en COPD heb. En als ik al langs loop, krijg ik een aanval op mijn borst. Oké. Okay. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is erg vervelend. Dat is heel, dus met de gewoon roken precies hetzelfde. Oké. Okay. Je hebt er altijd last van. Ja. Dat ook dan zitten ze daar te blowen en dan kom je te langs en dan, hup, dan begint het al. Oké. Okay. Ja, het is jammer voor die mensen, maar... Nee, ja, u... Ik woon 5 meter van een blowshop af, dus ter luidtewinst. Oké. Okay. Maar daar heb ik geen last van, gelukkig. Oké, okay, omdat ze het netjes bijhouden, al die toestanden hier, ze houden het heel netjes bij, dus dat scheelt ook. Oké, okay, en dan mag je ook binnen blowen in die koffieshop? Ja. Oké. Okay. En daar heeft er totaal geen last van? Nee, want ik loop buiten, hè, mijn overkant. Dus als hier een keet zou staan, waar de jongeren dat mogen doen, dan geen zou probleem. U zeggen... Ja, als ze naar binnen mogen, vind ik geen probleem, natuurlijk niet. Ja, toch? Maar nou, ik niet zitten roken bij mensen in de buurt. Ik vind ook dat de burgemeester dan met een alternatief moet komen. Tuurlijk. Ze moeten ook dus... ergens kunnen zitten of hangen, of weet ik veel wat. Ja, toch? Ja, dus... tuurlijk. Oké, okay, hey, mag u hartelijk danken. Ja hoor. Oké. Okay. Daar mag je in kijken. Ja. Waarom moet ik daar in kijken? Dan gaat hij jullie vraag stellen, is voor zijn vlog. Oh. Wat vind jij van de burgemeester dat je nergens meer mag blowen op 13 plaats? Gewoon onzin. En waarom vind je het onzin? Nou, het is al jaren gewoon normaal. Ja toch? Ja. Je moet toch kunnen doen wat je dacht moet ik doen? Wel. Kijk, het zijn zeiken tegen die boom, oké. Okay. Dat kan even niet, maar een blootje moet kunnen. Ja toch? Ja toch. Nou, dat vind ik ook. Hé, hey, dankjewel. Hi. Dus, hey, mag hey, ik jullie wat... Ja, alles goed. Ja. Ik, mevrouw Krikke, die wil een blootverbod. Wat vinden jullie ervan? Ze mag hier dadelijk nergens meer jungle roken. Ja, ik vind het wel relaxed in principe om gewoon te kunnen blowen buiten, dus ja. Ja toch? Ja. Want anders, ze zeggen, ga maar thuis zitten of in de koffieshop. Maar ja, je weet of het is afhalen in de koffieshop. Ja, klopt. Of je moet verplicht wat te drinken nemen, toch? Klopt, maar er zit ook niet iedereen te wachten inderdaad om ze drinken te halen. Weet je toch? Wat wil je tegen de burgemeester zeggen? Ik denk, als je het gewoon rustig wil houden op straat, laat ons gewoon blowen. Ja, niet zozeer op straat, maar gewoon een plek. Desnoods maak een plek of zo, je weet toch? Maak een plek voor ons waar we kunnen blowen. Nou, dat, zei, ja. Dat zei ik dus ook al. Ja, ja toch? Hé, hey, bedankt. En ja, een fijne dag nog. Is goed, man. Jullie ook. Oké, okay, hoi. Hé, hey, Ber. Ja, man. Wat vind jij nou van het blowverbod? Blowverbod? Van mevrouw Kikken. Blowverbod? Is er een blowverbod? Daar heb ik niks van door gehad, joh. Gewoon blauw. Ja, toch rondom het blowverbod. Nou ja. Dan komen vegen ook dan. Nee, toch? Want anders hebben we er geen reet aan. Een blowverbod. Nee, is niks. Om het schaal wel afschaffen.
Kijk, ja, dat je in bepaalde plekken niet mag blowen, ja, logisch toch? Ja. Maar voor de rest, nee. Gewoon lekker blowen waar je blowen. Zijn de 13, de boulevard niet, hier niet. Ja, boulevard kan ik nog wel inkomen, maar op het strand en dat soort dingen, weet je. Boulevard lopen ook mensen met kinderen, ja toch. Dus ja, dat kan ik wel begrijpen, maar voor de rest, ik, ja. In Duindorp, Duindorp, plein, mag je Jenke, mag je daar ook niet meer blowen? Nee, mag je ook niet meer blowen. Dat is toch niet, nee, dat kan niet, man. Nee, die moet er blowen, die moet rustig blijven. Ja, toch. Anders wordt het een grote ellende daar. Ja, toch. Ja, al die gekken. Ja, nou ja, gewoon moet ik zeggen, ik kan er niet veel van doen, hè. Of we moeten met ja. Maar over 2 weken word je beboet. Over 2 weken pas? Ja. Maar dan ga ik er nog één draaien op. Ja, toch? Nee, snel nog één draaien, joh. Nee, dan moeten we maar met z'n allen hier zo gaan zitten 2 weken lang. Ja, toch wel lekker blowen met z'n allen of zo, weet ik veel. Ja, dan moeten we dan wat gaan bedenken. Ja. Want dit gaat niet langer zo. De eerste, mag niks meer. De eerste vijf mensen die een bekeuring krijgen, de eerste vijf. Ja. Gaat een zakje wiet? Gaat een zakje wiet? Ja toch? Ja, zullen we dat toch doen? Ja, dat kunnen we wel doen, ja. Ja toch? Ja, 20 euro's. Ja, ja toch? Bewijs. De eerste 5. Bewijs, dat je met je boete komt, krijg je de eerste 5, krijg je een zakje wiet van mij net. Ja toch? Ja toch? Is goed. Oké, okay, dat spreken we af. Hey. Ja toch? Hé, hey, dankjewel weer. Hè. Man, en kom op, iedereen voor het blowen. Hey, hoe vind je het nou weer om los te zijn? Los? Ja, heerlijk man. Het gelijk zonnetje schijnt, hè? Ja toch? Eerste verlof en gelijk. Hobbelen maar. Lekker. Jelelele. Mensen, fijne dag. Wat vind jij van het blowverbod van mevrouw Krikke? Ja, ik vind het een beetje onzin. Ik denk dat het eigenlijk net hetzelfde is als dat je een wijntje drinkt of een jointje rookt. Alleen ik denk dat iemand die een jointje rookt minder overlast verzorgt dan iemand die een wijntje of een biertje of whatever drinkt. En ja, ik zie denk ik dat alcohol eigenlijk een groter issue is dan blowen. En ja, ik vind het ook nog lekker ruiken ook. En het smaakt lekker, dus ja, ja, je wordt er gewoon blij van. Ja, dat vind ik ook. Dus, nou ja, de burgemeester vindt van niet, maar ja... Misschien moet ze ook eens een jointje roken. Ja. Daar nog eens over nadenken. Weet je wat ik doe? Ik ga het er vragen. Ja, doe dat. Ja? Dan ben ik heel benieuwd naar het antwoord. Is goed. Komt helemaal goed. Ja, ik vind het een goede deal. Oké, okay. Hey, yes. Dankjewel. Fijne dag. Erksen. Dag mevrouw Krikke. Oh, is het dan? Mag ik u een keer uitnodigen om een blootje met me te roken? Ik ben zo tegen dat verbod van u. Het gaat me ook niet om de individuele blower. Het gaat me absoluut niet of iemand, een eerzame blower, gewoon zelf van zijn jointje geniet. Daar gaat het me niet om. Waar het me om gaat, zijn overlastgevende groepen. Die met grotere groepen tegelijk bijvoorbeeld in een park zitten, een paleistuin is bijvoorbeeld. En dat het overlast geeft voor andere mensen. Dus en waarom ik het blowverbod heb gedaan, is om de overlast tegen te gaan. En niet om de eerzame blowers, zoals u ongetwijfeld zelf bent, ja, om die tegen te werken. Ik vind het niet leuk. Maar omdat het niet tegen u gericht is, komt het vast goed. Oké, okay, nou dank u wel. Dag.